Fred de Piranha Seeking, onze publiekslieveling, die gaat het opnemen in de finale van de Final 8 tegen de 28-jarige Fransman Nordin Mahedin. Het zal mij gaan benieuwen wie gaat winnen van deze twee giganten. En natuurlijk zit ik ook weer aan tafel met de K1 Legends, oftewel welkom bij de coach. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. Hier in de studio vandaag de speciale gast Fred Seeking. Welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Dank je. En natuurlijk ook weer onze K1 Legends Ernesto en Peter. Heren, wat fijn dat jullie mij weer willen ondersteunen. Met geestelijke steun, want ik heb het nodig. Lichamelijk ben je oké? Okay? Ik denk het wel. Oké. Okay. Fred, ja. Even met de deur in huis. Leuk dat je er bent. Grote publiekslieveling ben je eigenlijk van WFL-liefhebbers. Vertel even, hoe ben jij met Muay Thai in aanraking gekomen? Toen ik 18 was, ging ik op vakantie naar Thailand. Toen zag ik dat kickboksen of dat Muay Thai zag ik. En dat vond ik wel heel bijzonder. En dan ging die stadions in. En ik hoorde daar over Ramon Dekker en over Hippolyte. En die vochten tegen al die top Thais. Ja. En ik vond het zo mooi hoe die sport daar met respect en hoe iedereen daarmee bezig was. Ja. En zo ben ik eigenlijk elk jaar teruggegaan naar Thailand. En heb ik het hier opgepakt. En als een van de eerste senseis, die zit naast je. Dat was de eerste voor mij. Vertel. Ik ging naar Fors Gym Amsterdam, eigenlijk door Kammeltje Brani. En die bracht me bij Fors, want hij was een kampioen van Fors Gym Amsterdam. En ik wou dezelfde weg als hem bewandelen. Dus toen kwam ik snel uit bij Fors Gym. Dan gaf Ernesto les en had je Lucia Rijken nog en mijn trainer Ivan Hippolyte. Dus nu nog mijn trainer en eigenlijk loop ik al langer dan 10 jaar, denk ik wel veel langer rond bij Fors Gym Amsterdam. Ernesto, kun jij dat eigenlijk nog herinneren toen Fred voor het eerst een beetje kon trainen? Ik kan me Fred wel herinneren in de trainingen, ja. Eigenlijk zoals in de ring gewoon graag willen vechten. En waar komt dat vandaan? Was je vroeger als kind, zeg maar, was je een lastige vent? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Je begint heel hard te lachen nu. Ik was al een jongen die op de straat altijd wel de gevecht aan ging. Ik had een oudere broer. Ja. Daar heb ik veel stompen van gehad, ja. En op straat ging ik met de grote jongens aan de slag. En toen dacht ik op een gegeven moment... Toen nam hij een keertje mee naar een kickboksschool. Daar gaf toen Erik Ouwkerk les. Dat was mijn bokser in. En Kammeltje Brani... pakte het op en die zei dan gewoon, je moet blijven vechten en dat heb ik toen gedaan. Ja. Toen ging ik naar Fors Gym en iedereen zei eigenlijk, of het nou Ernesto was en Hippo, en van door blijven gaan en blijven vechten. Ja. Heeft me ook een klein beetje gevormd zoals ik nu ben eigenlijk. En hoe omschrijf je jezelf in een paar woorden nu dan? Als je zou zeggen, Fred Seeking is... Nou, je krijgt gewoon veel meer discipline en je kijkt gewoon heel anders als je die sport zo beleeft. Wij kwamen binnen bij Fors Gym en iedereen zit op rij en dan noem je trainer, noem je sensei. En zo was ze altijd aan het tikken met een stok. Is, ni, san, chi, dat ging op zijn Japans. En iedereen zat op rij van nieuwelingen tot C tot A-klasse. En daar zaten alle toppers naast elkaar. Ja. En dan begon ik als nieuwelingetje en dan wou je graag doorschuiven. En dan zei Hippo op een gegeven moment, als je wat wedstrijden verder was, mocht je doorschuiven. Maar alle toppers die zaten aan die kant. Remy Bojeski zat nog helemaal vooraan toen die tijd. Langzaamaan groeien daarin. Elke Nederlandse titel of elke titel die je behaalt, groeien erin om verder te komen. Vind je het belangrijk? Zeg maar, dat Japanse een beetje toch gedisciplineerd. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, dat is wel heel mooi. Dat heeft me eigenlijk wel gegrepen. In Thailand, hoe ze het daar beleefden en hoe het bij Fors Gym, hoe ik eigenlijk ben opgeleid. Dan laten we even kijken naar jouw highlights. Split decision van de judges. From the red corner, Fred de Piranha. Bam. Ja, toch wel even door mag gelopen voor mij. En maar door. Hoe kom je weg aan die bijnaam, die Piranha? Van mijn trainer gehad, van mijn sensei. Ja? Ja, elke vechter krijgt een naam. En de ene heet Sakazulo en de andere heet, noem maar op, weet je wel. En iedereen, het was Mr. Perfect, was de Lumberjack. En ik kreeg van de sensei die Piranha.
omdat er altijd wat gebeurt bij mij. Altijd bloed, altijd spektakel en piranha's. Overal inbijt. Overal bijt. Overal inbijt. Ja. Ja, want je bent op dat gebied lijkt het soms bijna alsof jij meer erbij bent voor het publiek te vermaken dan dat het om jouw pot gaat. Of heb ik dat verkeerd? Nou ja, je hebt jongens zoals Remy Bojaski of Rico die altijd op punten winnen en conditioneel top zijn. En je hebt vechters nodig die gewoon als warriors, als gladiators vechten. Dat wil het publiek toch ook graag zien. Die alleen maar niet voor de puntjes komen. Die gewoon, ik kom altijd om oorlog te maken. Jij wil lekker oorlog maken. Ik heb vernomen dat je het niet zo tof vond om te wachten. Ik vond het die tegenstander zat daar en dan zit ja. En dan groet ik hem netjes, want we zijn 3 weken voor het gevecht. Ja. En dan geef ik hem een hand en dan zeg ik, want zijn bijnaam is Little Bear, maar het is echt een grote fan. Dus ik zeg, you're not a little bear, you're a big bear. Een beetje grapjes maken. Ja, ja. Maar voor de rest hoef ik daar niet met hem in een ruimte. Was het wel oké op zich? Ja, weet niet. We zullen even moeten kijken hoe het nu met hem gaat. Je hebt straks ook nog een stare down, of niet? Ik weet niet of ik het hou. Oh. Maar nee. Vind je dat lastig? Nee hoor, vind ik niet lastig. Alleen. Ik ben gewoon met mijn toernooi bezig en met mijn wedstrijd. En eigenlijk hij is de allereerste tegen wie ik vecht. Dus ik ben eigenlijk heel veel met hem bezig. Heel veel met hem bezig. Oké. Okay. Ja. En wat denk je van het gevecht zelf? Nou, het is een hele gevaarlijke jongen. Ik dacht eigenlijk dat ik aan de makkelijke kant zat. Als je goed kijkt naar Stoica en Boyboy en dan Nordin, dacht ik van nou, misschien zit ik wel aan de makkelijke kant met Sam Tafet aan de andere kant en Murat Aygun. Nou, misschien heb ik best wel goed geloofd dat ik aan die kant zit en dat ik naar Nordin kijk. Maar als je dan toch Nordin zijn filmpjes gaat bekijken. Die beweegt zo makkelijk. Die is 110 kilo, denk ik. Hij trapt zo makkelijk naar het hoofd. Wat weeg jij? Ik was wat lichter. Ik ben toch wat aan het aankomen. Ik ben heel veel aan het eten. Ik ga toch richting de 98, 99 proberen. Maar ik moet ook niet te zwaar willen worden. Want ik moet ook van mijn eigen kwaliteit uitgaan. Ja. En leuk dat hij zo zwaar is. Maar hoe belangrijk is gewicht daarin? Gewicht is ook kracht natuurlijk. Maar als je klein bent en je te veel weet, word je ook langzamer, snap je? Een beetje afweging is het. Dan moet je wel liggen. Ik heb heel lang, de eerste K1 dat ik won, was ik 96 kilo. Dat is vrij licht voor een zwaar gewicht, toch? Ja, ik vocht tegen Jeroen Labanne, was toen 112 of zo. Het is tijd voor de breakdown. Laten we even kijken wat de mening is van Redouan Cairo over het gevecht van Fred tegen Nordin. Even wat anders. Hoe is de piranha als vader? Goed man. Ja? Ja, goede vader. Goed voor mijn kinderen. Want ik zie Instagrams dat je echt een heel devoted... Ja man, ik heb er 3. Ik heb een dochtertje van bijna een jaar nu. En mijn andere dochter wordt 4. En ik heb een zoon die wordt 12 nu. Allemaal volgende maand. Hoe is dat met de hele fabriek in huis? Heel druk. En met de trainingen ook. En mijn vrouw heeft 2 kledingwinkels, dus die is hartstikke druk. Ja. En ik ga dan 's morgens ga ik trainen en dan haal ik die kleintje op van school. Dan ben ik nog bezig met de lui verschonen en die andere naar de crèche of ik haal mijn oudste jongen uit school. Het is moeilijk, maar ook hartstikke leuk. Ik haal heel veel kracht en energie uit van die kinderen. Super. Wil je ontzettend veel succes wensen? Dankjewel. Tegen Nordin, de partij op 22 september. Nou, dan laten we ook even kijken hoe tactisch jij bent tijdens de face-off. Welkom en we zijn weer aangebroken bij de face-off van de Final 8. En ik zit met 2 beren hier. Ik zit met Fred Sikking en ik zit met Nordin Mahajin. En we gaan vechten tegen elkaar. En Fred, laat me het eerst bij jou beginnen. Wat gaat er gebeuren? We gaan oorlog maken. Oké, it means war. Je me suis entraîné dur. J'ai fait des sacrifices. Je suis prêt pour la guerre. Je suis prêt pour le tournoi. Je suis prêt pour te battre. Pour te mettre KO. Really? Hij zei dat je die toernooi gaat pakken. Jij? Ja. Hij zei, ik ga dit toernooi pakken en je gaat kou. Ja, we fight first, you never win the tournament when you fight me. You never win the tournament. When you fight me, you know for sure, you're not gonna win the tournament. I know for sure, because I'm gonna fight you like a lion. Okay, I am beer. You are a bear. I have no problem. No problem, my friend. Wow. Bonjour. Bonjour. Ça va? Yes. Maar mijn Frans is niet zo goed. Ik ken alleen Swans van Nuf. Maar daarnaast hebben we namelijk wel de vertaler, oftewel de enige echte Khaled Sanouf. Ja. Welkom. Dank u wel, meneer.
Even de vraag, want laten we even beginnen bij het begin. Hoe is Nordin begonnen met kickboksen? J'ai débuté, j'ai commencé par la boxe anglaise. Et je suis parti dans un gymnase, bon, je faisais la boxe anglaise. Et du jour au lendemain, en fait, je suis venu taper, le professeur n'était plus là. Je suis venu plusieurs fois, la salle elle était fermée. Jusqu'à un jour, je retape et c'était un entraîneur de kickboxing. Il m'a demandé si je voulais essayer le kickboxing, j'ai essayé, voilà. Hij is als laatste zeg maar, toegevoegd, heren, bij de Final 8. Wat weten jullie van deze man op dit moment? Sterkeel. Ja? Ja. Lichamelijk wel eens zeggen, jongen. Ik heb hem nu gevochten, toch? Maar sterk, lichamelijk zeggen, en hij heeft het gewicht ook voordeel. Ik heb dat is denk ik 10 kilo zwaarder, denk ik, als Fred of niet. Als ik benieuwd vier is. Hij zal iets zwaarder zijn, ja. Denk ik. Dus, voor jou was het ook je afscheidspartij, ja. Natuurlijk. Dus nou, hij is sterk, jongens, gewoon. Dus, zal het wel een knock-out worden, denk ik. Ja? Ja, en allebei gaan ze voor een knock-out, denk ik. Ja, dat is toch opnieuw. Sam, ken je deze jongen al? Nee, ik heb hem ook voor het eerst gezien tijdens de partij tegen Peter. En ja, toen af en toe had hij wel eventjes dat hij toch wel de goede druk kon zetten, Peter. Nee, maar ik voel wel die sterk is, jongen. Dus er kwam hij echt wel goed uit de verf. En ik vind het ook wel top dat hij nou deze kans krijgt om toch in het toernooi mee te doen op deze manier. Ja. Galet, kun je eens hem vragen, hoe kende hij de K1 Legends ook? Want hij heeft natuurlijk tegen Peter Aerts gevochten in zijn afscheidspartij. Hoe was dat zeg maar om voor hem tegen zo'n grootheid te staan? Pour moi, c'est des légendes. Quand j'étais petit, j'attendais jusqu'à minuit sur la chaîne TPS Star pour les regarder. C'est bien. Pour regarder le K1, la finale, au mois de décembre. Heb ik ook gedaan. Ja. Hoorden we. Altijd, want we wilden altijd zien wat ze gingen doen in Japan. En dan ik weet het nog wel hoor. Ja. Maar wat leuk, want nu maakt hij dan zo'n kans om dan nu in zo'n toernooi mee te doen. Laten we even kijken naar de highlights van Nordin. Hier bij de Punch. We hebben hier een bijzondere gast, namelijk Nordin Mahedin, die hier ook in de Final 8 vecht. We hebben de vertaler ook hebben erbij. Galit, kun jij vragen? Hij heeft namelijk tegen de gevreesde vechter Volkan Özdemir gevochten. Hoe heeft hij dat ervaren, die partij? Non, c'était pas mon dernier combat, celui-là. Non, c'est combat. Contre Volkan Özdemir. Yes. Et je me suis réparé que une semaine. Et j'étais pas pris, je me suis réparé qu'une semaine. Et c'était un combat. On est parti avec le mental. Le mental et le cœur, et moi j'aurais donné un combat égal, mais bon. Kun je eens vragen aan hem wie die heel graag nog tegenover zich zou willen hebben qua vechten? Je sais pas, pour moi c'est tous les mêmes. Hij zegt, iedereen is hetzelfde, iedereen is welkom, zeg maar. Iedereen is welkom. Ja. Fantastisch. Nou ja, we gaan dat ook zien, jongens. Gaan het opnemen tegen Fredje Schikking. Natuurlijk niet de eerste, de beste. Dat wordt natuurlijk wel een spannend verhaal, of niet, Sam? Ja, dat denk ik wel. Kijk, Fred is heel erg gebrand. Hij heeft er ook zin in zo te zien. En kijk, hij is een stukje zwaarder als Fred natuurlijk, dus daar zal Fred misschien wel moeten hebben. Ik denk dat hij ook wel een stukje lengtevoordeel heeft. Dan kan hij wel in zijn voordeel gaan gebruiken. Dus ik denk dat het ook wel... het wordt weer een spannende wedstrijd, denk ik. Toch weer, hè? Ja, toch weer wel. Ja, zeker. Ja. Peet? Een buikpartij wordt dat. Een beukpartij. Oh, wat een beukpartij. Simpel beukpartij. Ja. Laten we even kijken naar wat Redwan Cairo vindt en wat eigenlijk de voorspellingen zijn. Hier is de breakdown. Breakdown. Welkom bij een nieuwe breakdown. Melvin en ik gaan het vandaag hebben over Fred Schikking versus Nordin Mahedini. Fred Schikking. Wie kent Fred niet? Ja, wie kent Fred niet? Eerlijk, ja. Dan heb je iedereen kent Fred. Iedereen je kent weet, Fred. Als Fred komt, is het... Dan is het een spektakel. Er gebeurt altijd wat in de ring. Oorlog, strijd, hij komt gewoon erg en hij geeft de mensen waar voor hun geld. Dat is Fred Schikking. Nordin daarentegen, dat is een keiharde. Die heeft een wereldpartij tegen Tariq Abess gevochten. Ja, dat was een hele mooie wedstrijd inderdaad. Heel veel mensen thuis zullen hem waarschijnlijk niet kennen. Voor zijn lengte, zijn gewicht, is hij allround.
Ja, bewegelijk. Conditioneel sterk. Snel. Ja. Snel. Hij blijft gewoon drie, als hij 3 rondes blijft staan, 3 keer 3 minuten, blijft hij vechten met je. Ik zie het echt als gelijk op. Ik weet niet. Ik zal eventjes kijken naar de statistieken. Je ziet hier dat Noordin is 28 en bijna 1,90 meter lang. Fred, 10 jaar ouder. Ja. Wel wat kleiner. Ja. Maar hij heeft wel heel veel wedstrijdervaring. Veel meer ervaring inderdaad. Hij draait ook al veel langer mee inderdaad. En die heeft ook, even kijken, zie ik het goed. Ja, KO, heeft ook iets meer KO's op zijn naam staan. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, deze partij, het gewicht, dat speelt natuurlijk ook een beetje partner. Noordin is 111, Fred is wat lichter. Fred scheelt 15 kilo, dat is natuurlijk wel... In een wedstrijd, in een ring is het gewoon heel veel. Het is net zoals je een gewicht van 15 kilo op je hoofd krijgt. Nou, precies. Ja, dat kan hard aankomen. Ik moet je eerlijk zeggen... Deze wedstrijd, ja, niet het einde gedaan. Ik ben bang van niet. En, ik weet hoe Fred erin gaat, ik weet hoe Noordin erin gaat. Inderdaad, en er dus, staat gewoon veel op het spel voor allebei. Een van de eerste hoge geldprijzen weer in Nederland. Dus, in Nederland, is het tijd geleden. Ja, heel tijd geleden. En je weet, je hebt natuurlijk 4 legends die hem al gewonnen hebben. Ernesto Hoos, Peter Aarts, Raymond Jans, die Sam Schild. Ja. En wie komt erbij? Ja, maar je mag één noemen. Als jij er één zou noemen, zou je het durven? Ik zou het durven, maar dat is ook een kwestie van gunning. Wie zou het worden voor jou? Ja, wat mij betreft mag Fred gewoon zijn naam daar neerzetten. Gewoon omdat ik hem ken. Ook 2 keer tegen hem gevochten, maar het is inmiddels ook gewoon een maatje van me geworden. En ook gewoon om zijn vechtershart gun ik hem gewoon, ja. Gun je hem? Ja, ik inderdaad. Ik doe geen voorspelling en ik zie jullie daar 22 september. Hoe is het? Tot zover de breakdown. We zijn nog steeds hier in de studio met Noordin Mahedin, die het op gaat nemen tegen Fred Sikking op 22 september. Wat gaat hij van de partij verwachten tegen Fred? D'après tous ses combats, on voit qu'il est agressif. Mais comme c'est un tournoi, il faudra pas se blesser. Donc je pense pas qu'il sera agressif comme il a fait précédent dans les autres combats qu'il avait fait auparavant. Ja, hij kijkt niet echt naar wie er allemaal nog meer komen. Hij kijkt nu even naar Fred. Dit gaat het worden. Je moet gewoon sowieso. Je moet beginnen met. Wat je hebt nu en denk je daar, nee, je moet kijken. Maar als je kijkt daar, ik heb meegemaakt met eigenlijk met Melvin Manhoef in Tokio, Japan, was het toernooi voor 100 kilo. Ja. Maar was ook in het toernooi voor ook Tyron Spon. Tyron Spon kijkt naar hem. Maar Tyron Spon heeft Gogan Saki tegen. En Melvin Manhoef heeft die Japanners. Maar hun kijken tegen elkaar. Dan waren we niet bezig met de eerste wedstrijd. Ja. En allebei, Manhoef was knock-out en Tyron Spon ook was knock-out. Dus het is gewoon is moeilijk. Hè. Eigenlijk, je moet reageert gewoon kijken. Je hebt die, je moet deze kijken. Ja. En komt die volgende. Je moet wedstrijd naar wedstrijd. Als je eruit bent, dan is het afgelopen. Je moet die wedstrijd winnen. Ja. Je moet niet naar de volgende wedstrijd. Deze dat is waar. Is eerst deze. Nou. Ja. Wat is je eigen voorspelling op de partij? Mijn eigen spinning. Ik heb heel veel respect voor Dionne. En hij komt ook van een goede trainer. Hij is een heel goede vriend van mij. Ik hou van hem. Hippolyte, voor zijn gym. Maar ik heb mijn eigen spelletje tegen die jongen. En een goede plan. En jullie gaan zien, is moeilijk om te zeggen. Maar als ik zeg alles, nou ja, is voorbij op de ring. Ja. Jij, Sam, tot de slot? Ik denk dat Fred Sikking misschien wel een thuisvoordeel heeft. Dat het publiek achter hem gaat staan. Dat zal, mentaal zal hij daar misschien ook een beetje voor moeten voorbereiden, toch? Hij is thuis. Maar, Het moet er over gaan. En dan kijk je met wat ik zeg met de uitslagen. Ja. Kijk, ik gun het allebei, die jongens. Ze trainen er hard voor. Het zijn allebei aardige jongens, weet je. In de ring moet je het gewoon knokken. En dan moet je gewoon gaan zien wat er van komt. En wie er wint, eigenlijk het publiek is de winnaar. Precies. Peter, tot slot jij? Wordt een knock-out. Wordt een knock-out? 100%. Eén van de twee gaat neer. Kun je dat nog even vertalen? Volgens Peter gaat één van de twee neer. Ja, Peter zegt tegen jou, nou, dit doe ik. Waar het genoeg uit, zo het was, baby. Hij zei ook, hoor. Denk je niet, het zijn allebei sterke gasten. Ja. En de ene komt om te knokken, dus één stompen ze tussendoor. 100%. Ja. 2 zwaarwitten, Jan Beuken, wat 1 keer groot krijgt, is voorbij. Ja. Zo is het gewoon met zwaarwit. Okay. De ene komt de constant ophalen. Ja. En hij is gewoon een sterke jongen, dus hij gaat er zeker in komen. Monsieur Mahedin, merci. Thank you very much. Over een interview? Yes. Aldoende leert men. Mag je ook ontzettend bedanken voor je vertaling? Graag gedaan. Veel succes met de voorbereiding ook. Ook voor jou, Sam en Peter, dankjewel voor jullie bijdrage. Dit was dan weer een nieuwe aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken en we zien je graag weer bij een volgende. Tot dan.